Hoi, vandaag is de dag van het handschrift. Ja, handschrift, dat zijn letters. Zijn dat tekeningen? Nou ja, ik zeg altijd, iedereen kan tekenen. Denk maar aan het alfabet. 26 tekeningen. En daar doen we nog mee variëren. Hoofdletters, kleine letters, sierletters. Dus eigenlijk zijn het allemaal kleine tekeningetjes. Maar nou, ik wou vandaag geen letters gaan tekenen. Maar handschrift, daar zit natuurlijk ook het woord hand in. En handen, ja, dat vind ik toch wel een lastig dingetje. Handen tekenen. Daar zit ik soms best wel lang op te schetsen op een goede hand. Maar we kunnen het natuurlijk wel gewoon gaan proberen. Wil je weer mee? Gaan we handen tekenen. Oké, laten we eens een hand tekenen. Handen, dat blijft altijd erg moeilijk. Laten we beginnen met de hand van een stripfiguur. De duim. En 1, 2, 3 vingers. Nou. Dat is een beetje een handschoentje, schoenidee. Een beetje meer Mickey Mouse-achtige hand. Zo. Nou, je ziet het is niet altijd even makkelijk een hand. En allerlei vormen natuurlijk. Kan ook nog. Kan ook eenvoudiger handtekenen. Met dit de duim, zeg maar. Zo. Iemand hier. Je ziet vaak bij stripfiguren, dan hebben ze maar 4 vingers. Tenminste, een duim en 3 vingers. Natuurlijk is een echte hand die 5 vingers. Zo. Ik kan ook nog hebben dat ze iets vastpakken. Zo. En dan heeft iemand iets vast zo, bijvoorbeeld een hengel. Een vuist. Streepjes bij je doet zo, dan heeft hij ook nog vaart.
Dus even kijken hoor. Zo. Het is al wat meer een normale hand. Dan zit je hier ook nog met die knokkels zo. Heel veel voorbeelden van handen. Die is misschien nog wel even leuk te doen. Zo. Een wijsvinger die ergens naartoe wijst. Nou, ik zou zeggen, ga lekker oefenen. Ga lekker tekenen. En ja, je kan ook je eigen handen verzinnen. Hè. Het mag ook gewoon zo, hè. Iedereen weet dan dat je een handje bedoelt. Zo hebben we nog even. Tot morgen in de volgende video.